We zijn hier bij de Amerhal in Made. En dat is eigenlijk niet alleen een sporthal, maar er gebeurt van alles. En dit weekend gebeurt er iets speciaals en daar weet jij alles van te vertellen. Jazeker is het heel speciaal. Het is het kermisweekend in Made. Maar met het kermisweekend dan is de Amerhal gesloten voor alle sporten. En dan mogen wij van Anton en Mary Zegeren mogen wij in de sporthal onze kunst tentoonstellen. En dat is dit jaar Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen voor de 8e keer. Dus onze 8e expositie is het dit jaar. We zijn begonnen in 2014 met 12 kunstenaars. En dat is nu uitgegroeid tot 48 kunstenaars. Dus daar zijn we heel trots op. En waar kwam het initiatief vandaan? Want het rolt niet zomaar ergens bij je op de mat. Zo van, we gaan iets doen. Daar zit iets achter. Nou, daar zit zo achter. Vroeger hadden we een kunstroute. En die hield op een gegeven moment op. En dat vond ik gewoon heel jammer, omdat ik er ook altijd aan deelnam. En toen ben ik zelf begonnen met, we gaan iets anders proberen. Want er zijn zoveel kunstenaars die hun mooie kunsten willen laten zien. Toen ben ik begonnen in 2014 in de Pub in Made. Met 12 kunstenaars. En u ziet hoe dat het nu uitgegroeid is. Ik ben vreselijk nieuwsgierig geworden. Zullen we binnen gaan kijken? Want daar is waar het gebeurt, hè? Zeker, het is de moeite waard. En ik weet zeker dat u zegt van, nou, dit is echt Made op zijn best. Gaan we doen. Na u. Dank u wel. Oké. En hier wilde ik eigenlijk... Hier wilde ik met wat mensen gaan praten. Is dat een probleem? Nee, zeker niet. Ik denk dat de deelnemers heel leuk zullen vinden. Ja. Dan kunnen ze zelf vertellen wat hun kunst inhoudt, hoe dat ze toegekomen zijn en hoe mooie producten dat het nu geworden zijn. En ook met de mensen die komen kijken ben ik vreselijk benieuwd naar. Zeker. Ik denk ook wel dat ze het heel leuk vinden om u te woord te staan. Nou, gaan we doen. Dankjewel voor de inleiding en ik ga een rondje maken. Fijn, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Dank u. Christel. Je hebt een bekend gezicht, jij exposeert vaker, maar deze keer iets speciaals, want dit heb ik nog nooit van je gezien. Ja, dit is een werkstuk wat ik ga maken. Het is een persoon, een niet man, niet vrouw, maar non-binair. En daarmee wil ik laten zien dat er dat hele genderverhaal, zeg maar, dat kan wat mij betreft wel op de schop. En zodat je eigenlijk dat die verdeling alleen maar man of alleen maar vrouw niet meer hebt. Maar dat er nog veel meer andere dingen zijn dan alleen dat. En dat wil ik helemaal mee laten zien. Okay. Het is nu ergens halverwege. Wanneer denk je dat het klaar is? Nou, zeker volgend jaar, want dan wil ik het natuurlijk hier weer laten zien. Dan hebben ze mensen het in ieder geval in wording gezien, maar dan ook het eindresultaat. Dat lijkt me wel heel leuk. Dan weten we jou er volgend jaar weer te vinden. Ja, absoluut. En dan hoop ik dat ik eigenlijk net zo'n goed plekje krijg als dat ik nu heb. Want ik sta hier natuurlijk perfect aan de ingang. Ja, dit is een perfect plekje. Oké, dankjewel in dit stadium. Nogmaals, volgend jaar weten we weer opnieuw te vinden. We maken nog even wat opnamen en komt helemaal voor elkaar. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Gerry Haanskorf. Dat klopt, dat ben ik. Jij bent de maakster van dit schitterende werk aan de muur. Ja. Doe je dat al lang? Eigenlijk wel, ja. Ik ben eigenlijk al zo'n beetje heel mijn leven met kunst bezig. Maar de laatste jaren wel iets serieuzer, zeg maar. Ben je het vroeger niet serieus dan? Jawel, maar dat is meer dingen uitproberen. En dan kom je op een gegeven moment ga je eigen stijl ontwikkelen. Dus dat duurt even. En dat is nu wel herkenbaar dus, zeg je? Ja, vind ik wel. Nu begint dat wel vorm te krijgen. Okay. Absoluut. En is het de eerste keer dat je op deze beurs staat? Nee, ik doe eigenlijk al best wel een aantal jaren mee. Ik probeer echt wel ieder jaar mee te doen. Okay. Ja. En dat vind je leuk? Ja, superleuk. En wat zijn de reacties van de mensen? Ja, positief. Zeker, ja. En het inspireert ook mensen en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Niet alleen oudere mensen, volwassenen, maar ook kinderen. En dat is heel erg leuk. Ja. Volgend jaar weer? Ja, absoluut. Zeker. Komen wij volgend jaar terug. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Bij Frederik de Ruiter laat het weinig aan vragen over wat hij doet, want dat zijn schilderijen, maar niet zomaar. Nee, het zijn afdrukken van waterlelies eigenlijk. Maar een waterlelieblad, sorry dat ik het even aan... Als ik dat voor me de geest haal, is dat een groen ding en je hebt hem in allerlei vormen en kleuren en maten. Ja, klopt. Ja. Ik gebruik het blad zelf eigenlijk alleen om als stempel om te drukken, maar uiteindelijk haal ik het er wel weer af. Dus. En daarna ga je het beschilderen of wat, hoe moet ik dat noemen? Dat is eigenlijk deel van het proces. Ik schilder eerst het papier zelf, één kleur. Dan
pak ik het lelieblad, die beschilder ik en die druk ik op het blad, laat ik erop liggen en daar schilder ik dan weer een laag overheen. Dus dan heb ik al 3 kleuren, dan haal ik hem eraf en dan is het eigenlijk gewoon klaar. Schitterend. Ik denk dat een hele hoop mensen toch deze uitleg wel nodig hebben, want je loopt er langs en je denkt, het ziet er mooi uit, maar wat is het? Ja. Dus je hebt het al een paar keer mogen uitleggen. Ja, klopt. Menigmaal. Ja, zeker. Ja. Nou, wij weten het nu ook. Dankjewel. We gaan even verder kijken. Maar volgend jaar weer? Waarschijnlijk wel. Ja, ja, ik vind het wel leuk. Jacques Stiegelis, goedemiddag. U bent de maker volgens mij van al dit kunstwerk. Ja, dat klopt. Ja. En hoe lang doet u dit? Nou, ik denk al, zal het wel tegen de 50 jaar aanzetten dat ik me van alles schilder. Dan heeft u al heel wat doeken afgeleverd of gemaakt. Waar haalt u de inspiratie vandaan? Ja, het is verschillend. Het kan een momentopname zijn ergens van, maar het kan ook spontaan opkomen. Bijvoorbeeld dat heb ik eerst op een kladje getekend, toen wat groter. En toen dacht ik, dat is een leuk prentje. Ik maak er een prent van, maar ja, uiteindelijk werd het een schilderij. Ja, en zo gaat het waarschijnlijk meestal? Ja, dat gaat meestal wel zo. Ja. Of het evolueert op het doek, dat kan ook hoor. Hoe lang gaat u dat nog doen? Hoe lang blijft dit leuk? Ik denk tot mijn dood. Mijn opa is gestorven achter de ezel, dus Dan kan dus nog er staat nog heel hoop werk te wachten. Ja, ik hoop het wel, ja. U bent er volgend jaar waarschijnlijk ook weer? Ik probeer het wel, ja. Nou, dan hangen hier natuurlijk dadelijk weer 6 totaal nieuwe. Ja, dat is gewoon wel.